Doen deze mics het ook op de speakers? Of, nou ja, dus dat wordt schoor praten. Worden. Ja. En Imani is ook aanwezig bij deze talk. Richard die kwam net heel boos naar mij toe. Hij zei van je bent zwaar over tijd. Dus we hebben een half uur. En we moeten die kant opkijken voor de camera. Okay. Dus sorry mensen die achter ons staan. Het doel van dit gesprek is een beetje reflecten. Dus ik had Zico uitgenodigd om... eigenlijk zou Afaina de Jong hier zijn. Maar Afaina de Jong is op een romantische getaway met haar verloofde. En Zico, de homie, buurman, is altijd ready om ons uit de brand te helpen wanneer dat nodig is. En we werken al een tijd samen, dus dat is de reden waarom... Precies. Lange gesprekken. Imani, die stond hier net gewoon in de zaak. En ik zei van, heb je zin om het gesprek mee te voeren? En Imani, die zei ja. Misschien kunnen we beginnen met dat je jezelf kort voorstelt. Ik denk dat een heel goed idee is. Nou ja, ik ben Imani. Gewoon Imani. Ik run een kleine agency genaamd Bitesized. Ik ben vooral bezig met software development daarin. En ik ben ondertussen ook een beetje aan het exploreren met de nightshop, wat we in de toekomst allemaal kunnen gaan doen. Ja, we zijn met elkaar aan het nadenken over de digitale laag van de campus, toch? Ja, precies. Dankjewel. Het is trouwens niet de bedoeling dat ik ga modereren, hè? Dus laten we kijken hoe we dit gesprek kunnen voeren. Zou je jezelf nog een keer kunnen voorstellen? Ik denk dat Fabi. Ik denk dat Fabi denk ik al hoop heeft gecoverd. Dus ja, Zico, architect. En eigenlijk ja, kind van de wijk hier. Ik ben hier vanuit Café Eri gekomen en nooit meer weggegaan. En ik denk ook niet dat ik echt weg ga, denk ik. En als ik weg ga, ga ik weer terug naar Café Eri. Dan maak ik weer een cirkel rond, zeg maar. Ja. En je pendelt tussen Cabo en hier? Op dit moment pendel ik heel erg veel tussen Café Eri en Nederland. Om de twee maanden ben ik daar voor 2-3 weken. En dan kom ik weer hier en dan zo hou ik het een beetje... Zo probeer ik het een beetje draaiende te houden. Het is wel pittig om in twee verschillende contexten constant present te zijn. Omdat je ook, naarmate je daar wat meer actief bent, neem je ook het werk vandaar. Los van het werk, je neemt ook zeg maar, de problematiek vandaar neem je ook hier mee. En dat, wat bedoel je daarmee? Nou, gewoon de manier van werken vandaar. Wat daar heel goed werkt. En als ik daar ben, werkt het ook heel goed voor mij. Want dan kan ik me helemaal immersen in die context. Maar zodra ik hier ben, dan kom ik hier in een andere flow terecht. En dan merk ik toch dat de level of aandacht die zij nodig hebben of communicatie is heel erg ad hoc. Maar het is omdat daar heel... iedereen zit er dicht bij elkaar in. Dat lukt nog wel om dat met elkaar te regelen, maar het is heel erg ad hoc om dat te managen hier waar alles heel gestructureerd is en waar je al die afspraken hebt. Dat is op dit moment zeg maar het meeste, waar ik de meeste uitdaging in ondervind. Maar we're working on it. Dus kijk of ik je goed heb begrepen is dat verschillen in werkwijze, dat dingen daar informeler, ad hocer, meer ad hoc of persoonlijker. En betekent het daarmee dat het hier strakker, meer rigide? Of... Ja, hoe zou je de verschil kunnen beschrijven? Ja. Het is een beetje dat. Het zit hem niet per se in de informele, maar het zit hem ook voornamelijk in de persoonlijke contacten. En ook de, zeg maar, het vertrouwensband die je opbouwt. Daar gaat gewoon echt maanden, jaren overheen om dat met elkaar te bewerkstelligen. En dan kom je op een level van werken wat goed werkt. En je kan elkaar over alle lagen kan je elkaar heel goed bereiken en heel goed afspraken maken. Maar wanneer je hier bent, ergens zit je toch in een soort van, in een hele andere pace. In een hele andere tempo. Wat meer gestructureerde afspraken en dat soort dingen. En ik merk ook heel erg bij mezelf, ik probeer niet zoveel de werkwijze vanuit Nederland daar neer, zeg maar, om daar te hanteren, omdat ik dat zeg maar niet fair vind. Het is een andere wereld dan. Het is gewoon een hele andere wereld. En dat is zeg maar de strubbeling wat ik op dit moment ervaar, is dat ik op een gegeven moment eigenlijk een mailtje stuurde daar naartoe. En ik dacht van,
ik betrapte mezelf. Ik had zoiets van, oeh, dat is niet de bedoeling. Want ik stuurde een mailtje van, ja, wil je me dit 3 weken van tevoren laten weten? En toen dacht ik van, en meer vanuit, dat is gewoon een persoonlijke frustratie. Dat ik dacht van, oh, wacht eens even. Hoe ga ik dit oplossen? En toen stuurde ik het zo, maar dat is, ja, het is uitdagend, man. Ik hoor ook van vrienden en familie die teruggegaan zijn naar Somma, die met die mentaliteit van het Westen daar naartoe gaan en verwachten dat dat ook op die tempo kan gebeuren. En dan krijgen ze iets altijd in de strekking van TIA te horen. This is Africa. Ja, dus ja, ja. Een andere wereld. Dus hou daar rekening mee. En los daarvan, Kaapverdiërs zijn gewoon eilanden. Ze hebben zoiets van, ja, wij gaan nergens heen. Dus ja, je mag haast hebben wat je wilt, maar we're here, jij moet weg. Bro, dat is soms zo vervelend. Hè. En dan moet je echt gewoon om lachen. Ik moet er persoonlijk om lachen. Ik heb zoiets van, ja, it's all good. Maar ik heb daar wat rust in gevonden, dus. Het is eigenlijk best wel interessant, hoor. Kijk, nu ga ik toch weer modereren. Maar, maakt niet uit. Want je hebt het over 2 verschillende werelden met 2 verschillende logica's. En dat kenmerkt eigenlijk ook hoe wij hier met elkaar werken. Hè? Want de wereld van de buurt en de wereld van het systeem zijn ook compleet verschillende werelden. Herken jij die spanning die jij net beschrijft ook in jouw werk hier, op die schaal? Zeker. Maar meer in de zin van, kijk, ik werk ook op die verschillende schalen hier. Dus ik merk dat daar ook gewoon een verschil in zit. En ik weet ook, en diezelfde vraag kan ik ook aan jou stellen. Van hoe ervaar jij dat, zeg maar, vanuit het informele praten? Of vanuit het informele organiseren, vanuit het informele doen? Maar uiteindelijk een soort van bijna moeten verantwoorden naar een systeem die het eigenlijk heel jouw motivatie, heel jouw visie eigenlijk helemaal niet snapt. En die dus in jouw verhaal eigenlijk alleen op zoek gaat naar een soort van kernwoorden om een beleid om een beleidskader af te bakenen. Dus dat vind ik een... Wat bedoel je daarmee? Nou, gewoon, er zijn gewoon, je weet, ja, dat was eigenlijk bijna een vraag naar jou toe. Ik ben benieuwd. Wat is de vraag? Ik heb meer, hoe ga jij daarmee om, zeg maar, vanuit, of jullie hier vanuit de nightshop? Want het informele kent ook een hele informele taal. Ja. En die informele taal is vaak ook gewoon body language. Ja. En heel veel je weet toch. Ja. En je weet toch heeft gradaties. Ja, er zitten werelden in die je weet toch. Ja, en hoe gaan jullie daarmee om? Ik weet, zeg maar, wij voeren regelmatig echt ellenlange gesprekken. De laatste was deze echt man praat nog meer dan ik praat. Kan niet. Nee. Hij triggert dat in mij. Maar ja, hoe doen jullie dat? Hoe vertaal je dat vanuit die... Hoe vertaal je die je weet toch? Ja. Wat je echt moet begrijpen naar beleidstaal? Ik denk dat de keyword die... De keyword is vertalen. We zijn constant bezig met vertalen. Constant met code switchen. En wat daarbij helpt is dat we de tijd hebben kunnen nemen de afgelopen jaren om te reflecteren op wat het betekent om te vertalen van de ene context naar de andere context. Aan de ene kant de burgersamenleving, weet je, het informele leven vanuit de migratiecontext. En publieke instellingen die van alles en nog wat horen te doen. En ik ben heel mijn leven opgegroeid met het constant moeten bewegen tussen werelden. Dus dat is een vaardigheid die ik persoonlijk en vele mensen hier in deze ruimte ook hebben gecultiveerd. En ook een stukje street smart zijn, kunnen aanvoelen van wat body language zegt en dat soort zaken. En ook begrijpen van, ook weer, dat is wat mijn eerste universiteit was de bank van mijn moeder, waar classes politieke wetenschappen plaatsvonden, met moeders met afstandsbediening in de hand. En ik ben gepromoveerd op de streets. en daarin leer je ook wat de waarde is, wat het belang is van authenticiteit of echt zijn,
of het idee van echt zijn. Dus ik denk dat er zijn een aantal overwegingen die steeds terugkomen in hoe wij en hoe ik werk. Dat is tijd, ruimte en intimiteit. Mm. Weet je? Als je de tijd en de ruimte hebt om banden te bouwen, dat er een intieme connectie ontstaat, weet je, dan ga je die je weet toch begrijpen. Dan heb je zoveel tijd met elkaar doorgebracht dat je weet van wat jouw je weet toch is, wat jouw je weet toch is of wat jouw stilte is. En het is belangrijk omdat voor mij, ik heb in ieder geval gekozen waar mijn allegiance is en dat is in de buurt. En het systeem mag maar wachten. Ik werk niet met instellingen. Instellingen mogen met ons meerollen. Dat is een compleet andere benadering van de hossel. Dus als je op die manier een bepaalde intimiteit cultiveert met de mensen die om je heen leven. En ook dus op een gegeven moment. Want dit is ook zeg maar nog één punt. Dat alles is nu participatie. Hè? Alles moet zeg maar. Hè, participatie is ook in wet gegoten. Zijn allerlei verschillende ontwikkelingen. De overheid trekt zich terug en zegt: nou, jullie moeten het doen. Maar om als burger of als ondernemer te kunnen participeren, dan moet je de tijd hebben genomen om je te verdiepen in die processen. Om je te verdiepen in wat die opgaven zijn, in wat die verschillende talen zijn, wat die verschillende je weet toch zijn. Zodat je een visie als dit kunt presenteren en dat het hier aanslaat, maar dat aan de andere kant mensen het ook kunnen begrijpen. En dat kost gewoon ongelooflijk veel tijd en energie. Tijd, ruimte en intimiteit. Intimiteit, ja. Maar dan doe je toch veel meer dan alleen vertalen. Want eigenlijk, je moet eigenlijk systeemmensen moet je meenemen in hoe het is om hier te zijn. Hoe het is om ad hoc iets te doen en niet iets 3 weken van tevoren te plannen. Eigenlijk leer je ze van, hey, relax, calm down, go with the flow. Is dat niet hetgeen waar het meeste tijd in gaan zitten en niet per se al het andere eromheen? Heel scherp. Het is vaak, moet je de mensen waarmee je werkt opleiden om op niveau te kunnen werken met je. Maar je komt in een surreal werkelijkheid terecht waarbij men twijfelt aan jouw kwaliteiten. Omdat dat is wat men gewend is. Van, hè? Oh, weet je, als je als een voorbeeld. Een kunstinstelling die nadenkt over haar rol in deze samenleving. En ze denken steeds meer na over hoe ze, hè, kunstinstellingen, een actievere rol kunnen vervullen binnen bepaalde vraagstukken. En dan werken ze samen met verschillende partijen. En als ik in mijn het houd bij mijn ervaring, dan wordt er over gesproken, maar aan het einde van de dag ben je programmering. Hè? Is het een project met een kop en een staart? En vaak zit er ook nog bedoeld of onbedoeld een gevoel onder van dat ze je een favor doen, dat je mag samenwerken. En dat kan je mensen ook niet kwalijk nemen, want die machtsverhoudingen die zijn decennia lang opgebouwd en mensen moeten dat ontleren. Dus daarom noem ik mezelf ook verschillende dingen, maar ik noem mezelf ook disruption officer. Ja, om al aan te kondigen van, oké, luister, je gaat ongemakkelijk worden, hè? En dat is de bedoeling. Je moet mensen opleiden bijna om te begrijpen. En daarom hebben we ook een toolkit ontwikkeld en organiseren we ook allerlei workshops met mensen uit het systeem om ze wegwijs te maken in die andere werelden. De andere vraag die dan op een gegeven moment bij me op. Hoe komt, zeg maar, wanneer jij zegt over vertalen en dat soort dingen. En je hebt het over, want vertalen, nou ja, dan leg je het uit aan iemand. Die moet ook bij die persoon aankomen. Ja. Wat is die, hoe laten ze zien dat het aankomt? Ik ben wel, gewoon vanuit jouw perspectief. Want zeg maar, die communicatie is two-way. Ja. Ja. Want anders ja, is het alleen zenden en ben je nog nergens. Uh-huh. Maar wat is die aha-moment van hun? En is dat ook wel echt een aha-moment?
Ik heb op verschillende momenten gedacht dat we een aha-moment hadden bereikt. En dan blijkt het dat je dat moment niet hebt bereikt. Hoe ziet dat eruit? Maar is het toetsbaar? Ja, kijk, ik denk dat in de meest fundamentele, manier van dat je kunt zien dat iemand in ieder geval het vertrouwen wil geven, los van of iemand iets begrijpt. Want dat is ook nog een ding. Soms hoef je dingen niet volledig te begrijpen om er ruimte aan te geven. Duidelijk. Om te zeggen van, oké, weet je, I don't fully understand, maar ik denk dat hier muziek in zit, dus laten we het experiment aangaan. Yeah. En in de meest concrete zin is dat money, is dat ruimte om voorwaarden te kunnen bepalen. Mm. Om te kunnen zeggen, nee, dit is niet wat we gaan doen. We gaan het zo doen en op die manier. En dat er vertrouwen wordt gegeven om daarin mee te gaan. Maar je ziet ook daadwerkelijk dat mensen op een gegeven moment ook lingo gaan overnemen. Dat mensen ineens gaan spreken over, nou, natuurlijk niet, wij hebben de tussenruimte niet uitgevonden. Maar wij zijn wel een van de partijen, misschien wel, hè? Dare I say, de enige in Nederland die het tot een organisatiemodel hebben geremixed. Maar ben je niet bang dat ze dan, zeg maar, de term waar jullie heel lang, ja, hè? Waar je heel lang op gestudeerd hebt en waar je gewoon, wat een conclusie is van een hele lange onderzoekstraject, dat ze dat gewoon als een hele leuke gimmick inzetten voor, om zeg maar aan te tonen dat ze het begrijpen of zo. Iemand die stelde me eerder deze week de vraag van, het ging over remixen. En hij zegt van, ja, weet je, remixen, daar zitten zoveel lagen aan. Filosofische lagen, bijna sommigen zouden zeggen spirituele lagen, politieke lagen. Kun je dat wel overbrengen aan iemand die het niet leeft, die het niet heeft begrepen? En is het niet gevaarlijk dat iemand dat dan als een gimmick gaat gebruiken? Ja. Dat is een beetje wat ik ook haal uit jouw punt. Het is een gevaar, maar het is ook een kans. Want daarmee, ga remixen, ga probeer het maar. En mensen gaan zien hoe die sample geflipt is. Weet je, want je hebt ook bad remixes. En je hebt ook dingen die mensen kunnen voelen of het oprecht is of niet. Dus ik denk dat the proof is in the pudding. En als wij blijven bouwen, yeah, en je laat zien wat daadwerkelijk bouwen met mensen, hoe dat eruit ziet, hoe dat voelt. Yeah. Want je gaat het in de ogen van mensen zien. Hè? Yeah. Mensen die de afgelopen jaren zijn echt magisch geweest. Oprecht. Het is, je ziet mensen, de manier waarop mensen kijken naar hun leefomgeving transformeert volledig. Waardoor ze hun blik over zich, hun beeld van zichzelf volledig transformeert. En dat is wild. En dat zie je in hoe mensen moven, hoe mensen redeneren, wat voor keuzes mensen maken. En dat is iets wat je niet kunt faken als je het als een gimmick gebruikt. En we zijn ook voorzichtig met, we hadden die toolkit, die hadden we eerst online gezet. Met onderin een disclaimer van, yo, hier zit jaren werk achter, maar we delen het uit liefde. Maar als je het gebruikt, geef credit. Geef een shout-out. Maar 2 weken later, of 3 weken later, hebben we hem offline gehaald. Want links en rechts horen we dat mensen ermee aan de haal gingen, maar niet de credits geven. Dus het is zeker kwetsbaar om daarmee aan de haal te gaan. Dus het is ook een kwestie van timing. Ik denk op een moment als het established is waar die kennis vandaan komt, als het established is hoe die werkwijze in de praktijk eruit ziet, dan is het zo solide, dan ben ik wel benieuwd. Ga je gang. En wanneer is het daar dan? Wanneer is het op een punt dat jij vindt, Oké, het is established genoeg om het te delen en like people know? We zijn nu bezig naast dat verhaal van de campus. Of parallel aan het verhaal van de campus zijn we het cultureel programma waar we de afgelopen jaren mee hebben geëxperimenteerd, zijn we aan het gieten in een Sauce Academy. En waar we
verschillende partijen, weet je, op rijksniveau, weet je, van fondsen, lokale overheden en andere spelers uit die systeemwereld. De EUR is ook geïnteresseerd, maar ze hebben allemaal de neiging om met hun vette vingers aan dingen te zitten, toch? Dus ze moeten ook leren van kickback, relax en zie het gebeuren. En leren op die manier. Maar dat tezijde, ik denk dat we, ik hoop dat we volgend jaar die Sauce Academy kunnen uitrollen. En met verschillende mensen hier in de stad, maar ook in andere steden, aan de slag kunnen gaan met echte vraagstukken. En parallel daaraan dat we met onze ontwerppraktijk ook daadwerkelijk proberen te interveneren in dat stadsontwikkelingsproces. En als die twee dingen, als de bags binnen zijn, even heel plat gezegd, en ook voor meerdere jaren, en we die zekerheid, die stabiliteit hebben, in ieder geval vanuit de Sauce Academy. Ik denk dat de ontwerppraktijk is zo stabiel, dat zit wel goed. Maar dat punt, als we dat punt hebben bereikt, dan denk ik dat we het gaas kunnen gaan en los kunnen laten. En ik hoop dat het, nu komt even systeem takkie, Q1 in 2024. Dus begin volgend jaar. Oké, maar ja. dat is al best wel snel. Ja, ja. En als het niet mee zit, 25. Ja, dus dat is. Maar ik denk, het is één van de twee. En daarom, het is ook daarom zeggen we gaan de komende 3 tot 5 jaar experimenteren. Want je weet niet wanneer het valt. Weet je weet niet wanneer tijd rijp is, omdat je ook afhankelijk bent van dat informele en al dat. Dus ik hoop, begin volgend jaar, zo niet het jaar erop. Ik heb eigenlijk ook een vraag voor Zico. Ja, ik wil een vraag aan jou, maar ik ben heel benieuwd. Wat zijn die spijtelen? Want ik ben ook wel benieuwd. Wat je gaf helemaal aan het begin van het gesprek gaf je aan van hey, ik heb een beetje moeite met eigenlijk hoe zaken hier in Nederland lopen qua cultureel op de werkplek versus weet je, Cabo. En dan is de vraag, denk je dat een systeem zoals Malik dat heeft opgesteld om dat langzaam te doorbreken en om samenwerkingen anders aan te gaan, zou dat ook kunnen werken tussen je werkplek daar en je werkplek hier? Om anders aan te pakken. Laten we kijken of ik het goed heb begrepen. Kleine stilte. Kijk, de manier waarop zeg maar, Malik hier te werk gaat. Ik weet niet of het precies toepasbaar is. Omdat ik worstel niet. Ik worstel niet met een zeg maar. Noem het tweekoppig monster. Ik worstel niet met éénzelfde context. Met twee invalshoeken en zeg maar met verschillende lenzen. Dus niet het systeem en de buurt, even heel plat gezegd. Niet, zoals het hier juist, in de postkoloniale context is. Ik worstel niet daarmee. Niet van joh, er is een. Neem de Schiedamse weg. Wij hebben zoiets voor je. Dat moet je zo en zo moet je dat organiseren. De gemeente heeft een gebiedsvisie voor tot en met 2025. Of daarna is onderdeel van dat en dat. Onderdeel van een groot mobiliteitsplan. Dus dat is eigenlijk voor de komende 50 jaar staat dat vast. En dan wordt het op een manier uitgerold die elke keer te laat is. Die elke keer ook zeg maar, plank mislaat. Waardoor er steeds zeg maar. Dat is beleid. Je weet toch, pas hem toe, je praat erover, je past hem aan, past hem toe en dan on en on. Maar ik worstel, het is bijna een soort van interne worsteling. Omdat ik, je komt daar in een ander ritme. Dat vraagt een andere denksnelheid voor jou. Maar het vraagt aan de ene kant heel flexibel, aan de andere kant super gedetailleerd. Maar wel heel open. Dus je moet, dat is een hele andere manier van werken dan hier. Hier moet ik strategisch te werk gaan. Hier moet je hem ook plannen. Nu moet je kijken wanneer je dit gebruikt. Zeg maar waar ik het net over had. Dus van joh, stel je voor, als het als gimmick wordt gebruikt. Soms gaan mensen met termen aan de haal. Dan zeg maar, frustreren ze zo'n term dat je hem zelf ook niet meer wil gaan gebruiken. Omdat het zeg maar, het is nu helemaal uitgeleefd. Maar zonder,
zonder enige vorm van waarde toegevoegd te hebben. Dus uiteindelijk is het nu gewoon een hallo shallow en daar zit niks meer in. En je weet toch, kom, we gaan wat anders doen. En dan wachten we weer op wat anders en dan gaan ze daarmee aan de haal. En dat maakt, dus het vreet heel die inhoud van binnen, vreet dat gewoon leeg. En ik denk even heel kort tussendoor, een manier om dat te ondervangen is, een term als sauce staat zo ver af van het systeem dat het bijna onwerkelijk gaat zijn als je een wethouder gaat praten over sauscirculatie. Dus ik denk dat een manier om het te ondervangen is echt eigen taal ontwikkelen. En dan nog is dat het gevaar, maar... Het zou me niet verbazen als de komende verkiezingen dat iemand de sauce eruit gooit. Iemand die voor minister voor cultuur wil gaan. Dus ik zou me daar ook niet al te hard... Maar, dus het is eigenlijk zijn... Het is... De problemen zijn anders. En een vertaalslag maakt voor jou niet per se het verschil. Het vertaalslag maakt wel, maar het is een... Ik zie het als een dans wat ik moet gaan leren, snap je? Want ik weet daar te dansen, ik weet hier te dansen. Nu ben ik aan het onderzoeken en aan het experimenteren. Hoe is het om daar en hier te dansen? Dus wat is die nieuwe cha-cha-cha die ik ga toepassen op beide? Maar ook, zeg maar, mijn rol als... Nou ja, ik ben daar geboren, immigrantenkind, van in die verbinding. Dus ik moet wat meer tijd gaan investeren in de verbinding zitten. Dan in plaats van of daar zijn of hier, wat ik hiervoor deed, snap je? Dus ik moet meer tijd gaan investeren in... Oké, ik ben die verbinding en hoe... Dat vergt om iets heel totaal nieuws. En welke danspasjes neem je van Cabo mee naar hier? Danspasjes die ik van Cap Verde meeneem naar hier... en eigenlijk ook context, elk andere context... is meer humaan. Meer people. Wat betekent dat? Meer vanuit de mens, voor de mens, door de mens, samen. Meer simpeler. Dingen een beetje laten marineren. Laat mensen ook gewoon wennen aan ideeën. Don't think dat je het hebt uitgevonden dat het daar werkt. Want alles wat je hier hebt uitgevonden en wat super is, kan je daar naartoe brengen. Volledig uitgewerkt, gedetailleerd en ze fokken het instant op. Dus dan raak je alleen gefrustreerd, dus doe dat niet. En wat ik vanuit hier daar naartoe zou kunnen brengen is wat meer werkritmiek, zeg maar werkritme. Dat er een bepaalde soort van manier van werken is, wat ook beneficial is voor them, snap je? Waardoor je het samen, door het samenvoegen dat je beide kanten elevate. En ik zou niet dat rigide van hier daar naartoe brengen. Dankjewel. Imani, je bent heel spontaan aangeschoven en ik besef dat je ook gewoon een fenomenale moderator bent en gesprekspartner in een podcast. Dus dat is sowieso fijn om te beseffen. Hè, over spontaniteit en informaliteit gesproken. Maar in het begin benoemde je dat we met elkaar aan het nadenken zijn over wat de rol van digitaliteit kan zijn in de buurt. En specifiek nog binnen het idee van die campus voor alledaagse kennis. Kan je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Ik zal niet te veel vertellen, denk ik. Ik denk dat het wel... Maar ik denk dat het goed is om... eigenlijk even terug te blikken op je presentatie. Je hebt een hoop laten zien. waaronder ook verschillende plekken in de straat, in de buurt, waar je naartoe kan gaan. Maar op het moment dat je daar overdag bent, dan zijn daar mensen, dan zijn daar communities. Maar hetzelfde hoeft niet 's nachts te zijn of 's ochtends vroeg of in een vakantieperiode. Maar je wil wel dat zo'n plek door blijft leven, zelfs als de mensen die die plek runnen, als die even op pauze staan of even bijvoorbeeld naar Cap Verde gaan, omdat ze daar tijdelijk runnen en dan er weer terugkomen. En ik denk dat het digitale aspect kan hier een hele mooie rol spelen, omdat je kan een plek in leven houden, een soort van spirit in leven houden, maar zonder dat mensen daar zijn. Het wordt wel door mensen aangedreven. Het emulates people. It can never be something without people. Maar het is wel iets wat een verbindende factor zou kunnen zijn. Maar hoe kan dat er concreet uitzien? Hoe kan het er concreet uitzien?
Heel spannend, hè? Ja, nu wordt het spannend. Zonder al te veel weg te geven, concreet. Bij de Nightshop gebeurt er heel veel rondom onderzoek. Dat is iets waarvan ik geloof dat überhaupt in de winkelstraat moet blijven gebeuren. Het maakt niet uit of het een nightshop is en een onderzoeksbureau. Of een reisbureau en een jongerenspace. Onderzoek is altijd belangrijk, omdat je kan alleen maar forward gaan als je weet wat er gaande is. Als je weet wat er goed gaat en als je weet wat er niet goed gaat. En eigenlijk door dat onderzoek te doen, de data te verzamelen op een interactieve manier, om mensen eigenlijk in een space uit te nodigen, ermee te laten interacten. En om die data met elkaar te laten interacten, kan je eigenlijk een soort van, ja, bijna een virtuele versie van de winkelstraat maken, die ook open is als de winkels gesloten zijn. Boom. En om nog iets een beetje spektakel mee af te sluiten. We zijn ook aan het nadenken hoe we het raam een beetje een touchscreen van kunnen maken. Dat klopt. En dat mensen daar echt ook letterlijk mee kunnen interacten als de winkel dicht is. Of als je door de winkel loopt, dat je niet beperkt wordt door de aantal vierkante meters die de ruimte is. Maar dat je in een virtuele zin, dat je oneindig kunt graven in al die lagen achter producten. Nee, heb ik te veel weggegeven? Of? Nee, maar ik ben gelijk. Stiekem wel, klein okay. Nee. Maar dat is okay. Ja, dat maakt niet uit. Ik denk gewoon een beetje sauce. Maar, nee, maar los daarvan. Maar zelf, dat is wel. Kijk, het is ook de toekomst en daar gaan we heen en stuff. We moeten maar zo gaan afronden, hoor. Dus, ja, closing words. Okay. Closing statement. Sorry. Maar, want we hebben net het gehad over de winkelstraat en de waarde daarvan. Gaat dat elkaar niet ergens bijten? Gaat het niet? Wel als je het verkeerd aanpakt. Dus het idee is niet, wat je heel veel ziet nu bij corporations, big corporations, is we gaan een metaverse maken en alles komt in de metaverse. En kijk, hier heb je een McDonald's. In de, like, no one is gonna eat in your virtual McDonald's. It's really lame, it's tacky. Het idee is dat het digitale heel erg wordt verbonden met het fysieke. Yeah. De reden dat, een van de ideeën is om een specifiek raam hier, maar ook in andere shops, om dat te virtualiseren, is omdat je dan nog steeds hier bent. Je hebt nog steeds een connectie met de plek. Yeah. En dat maakt het dat het elkaar niet per se gaat bijten. Omdat je wel een connectie houdt met waar het vandaan komt. Ja, dat is eigenlijk belangrijk. Nee, maar ik denk ook dat het ook wel heel erg benadrukt moet worden. Dat die fysieke plek en die fysieke menselijke interactie, dus dat humane, wat ik ook wil laten landen, dat wel mad essentieel is. Wil zeg maar dat digitale en de AI waar we naartoe gaan, wil dat ons niet gaan overroelen op een gegeven moment. Dit soort vragen zijn de vragen waar wij niet alleen met z'n drieën over buigen. En ik denk dat een gebied als een campus voor alledaagse kennis ook een testing ground kan zijn voor hoe het wel kan werken, hoe het niet kan werken. Jij zit hier een paar straten verder, ook onderdeel van de campus. En hopelijk komt Imani ook hier zich vestigen. Dus voor de partijen die kijken met de bags en de shmoneys, laten we kijken of we op die manier ook nog meer kennis wat hier aanwezig is kunnen versterken en andere kennis hier naartoe halen. Duidelijk. Ik wil jullie bedanken. Jij ook bedankt, man. Ja, jij bedankt, man. En iedereen bedankt voor de aanwezigheid.